Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen. O onfeilbare rijkdom van de wijsheid en de wetenschap van God. Ja. In quei giorni Maria, mentre era in viaggio, si recò in fretta alla montagna, a una città di Giuda. Entrò nella casa di Zaccaria e salutò Elisabeth. Or, appena Elisabeth ebbe udito il saluto di Maria, esultò il bimbo in seno a lei. E Elisabeth fu ripresa del Spirito Santo e a alta voce esclamò: benedetta sei tu fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno. E donde ha mai la grazia che la madre del mio Signore venga a visitarmi? Poiché, ecco, non appena il suono del tuo saluto mi è giunto alle orecchie, il bambino ha sputato di gioia nel mio seno. O beata colei che ha creduto, che avrebbe avuto compimento le cose a lei dette dal Signore. Nou, mondig gemaakt aan de basis kunt zeggen dat Paulus is degene die zegt: elke gelovige draagt de Heilige Geest in zich. Elke gelovige is om het evangelie uit te dragen. We zouden ons de kerk ook kunnen voorstellen als een Jacobus die zegt: zonder werken is je geloof dood. Wanneer je niet handelt volgens je geloof, dan kan je de kerk opdoeken. We kunnen ons de kerk ook voorstellen in de figuur van Johannes, degene die met Maria op het kruis staat. Johannes als degene die vooral de liefhebbende kerk voorstelt. De liefde die uit God is, is de voornaamste. Wie de liefde niet heeft, is niet uit God geboren. Maar bovenaan kun je zeggen, in al die apostelen die de apostel samenbrengt, is Maria. Zij heeft niet het woord als Petrus. Zij is niet bij elke gelovige, is niet rondgereisd zoals een Paulus. Zij heeft niet, kun je zeggen, de gaven om te organiseren, om goede werken te doen als Jacobus. Zij heeft ook niet de theologische gaven, het inzicht van een Johannes. Maar wat ze wel heeft, is, zij is de wachtende, zij is de biddende, zij is de ontvangende, zij is de dienstbare, zij is de leidende, zij is de mysterievolle moeder van deze apostel. Zij is ook onze moeder. Maria, wij willen vooral met u zijn deze dagen als biddende kerk. Misschien meer dan ooit, die nog al de rampen in de wereld, moeten wij biddende mensen worden. Opnieuw, met het gebed van de eenvoudigen. Het wees je goed dat wij het evangelie mogen hebben. Zoals Elisabeth Maria begroet, wees je goed, gij Maria, vol van de genade. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw schoot, Jezus. Dit eenvoudige gebed is het gebed dat uiteindelijk de kerk weer moet heropleven. Het is het gebed dat wij tot Maria richten. Maria, die zelf vervuld is van de Heilige Geest. Omdat ook wij naar Pinkster toe mogen worden zoals zij. Meneer Elisabeth. Ik ben mij als dadelijk, stel ik hier present, para concelebrar a nossa missa. É uma missa em honra da Nossa Senhora de Fátima. Mas é uma missa que nos faz pensar a Virgem Santíssima e a importância da Virgem Santíssima na nossa vida de cristãos. Aqui chegamos há muitos anos, 64, ainda mais cedo, eu cheguei em 66. E a nossa vida aqui foi uma vida de trabalho, uma vida também de joia, e também sofrência. Mas, debaixo do manto da Virgem Santíssima, temos encontrado sempre um acolhimento e também uma certa confiança na vontade de Deus que nos ajuda. Portugal, Fátima, terra de fé.
Nunca devemos esquecer aquelas naus que viajaram ao encontro de terras novas. Levavam sempre nas velas a cruz de Cristo. Vós, que permaneceis aqui, tendo sempre isso na vossa memória.